Experiment wat je hier makkelijk kunt uitvoeren in deze omgeving. Dat je even net doet alsof we weer terug zijn aan het begin van de vorige eeuw. Kijk naar die knotwilligen, die tenen die ze daarvan afgesneden hebben. En je denkt aan een wereld van grindwerkers en teenschillers. Mannen met verweerde hoofden die hun hele godganse leven buiten hadden gewerkt. Totaal anders dan tegenwoordig. En we zijn hier in de Loperkawaard in het dorp Jaarsveld. En je kunt je bij die wereld ook wel iets voorstellen aan hele strenge vaders. Geheime liefdes tussen mensen die sociaal of religieus niet bij elkaar pasten. Kortom, we zijn in de wereld van de streekroman. Je zult misschien al gedacht hebben, streekromans, moet daar nou een documentaire over gemaakt worden? Want streekromans hebben geen beste reputatie. Het is sentimenteel, het is oude wijvenlectuur, het is keukenmeidenlectuur. En de vraag is of dat altijd zo geweest is. Ik heb hier wat streekromans bij me. Ik maak even een hele losse selectie. En eigenlijk openbaart zich dan al direct een aanzienlijk verschil. Liefde is een werkwoord. Dan voelt u eigenlijk al een beetje op uw klompen als u die aan heeft dat dat geen geweldige streekroman is. Ja, voor altijd en jouwe, daar word je ook al heel somber van. Dat je denkt, meidje, kun u nog ontsnappen? Hè? Ik weet niet of het u is opgevallen, maar dit zijn in het algemeen streekromans van na de Tweede Wereldoorlog. En die maken toch een beetje een ordinaire indruk, die bevestigen eigenlijk dat beeld wat ik even schetste. De streekroman is de verpleegstersroman op klompen. Maar het interessante is dat voor de Tweede Wereldoorlog dat anders was. Dit soort streekromans, zoals geschreven door Herman de Man, Anne de Vries, die waren heel populair in het interbellum tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog in. Maar ze waren ook van hoge kwaliteit. Het was wel degelijk literatuur met een grote L. Je zou zelfs kunnen spreken van een zeker Tolstojaanse atmosfeer in dergelijke romans. Je zou een hele aardige biografie kunnen schrijven over Herman de Man, de Tolstoj van de Loperkawaard. Ik zet het misschien een beetje aan, maar het zijn echt boeken die de moeite waard zijn om te lezen. Het interbellum was dus de echte bloeiperiode van de Nederlandse streekroman. De schrijvers werden ook volledig au sérieux genomen. Kwamen zelfs in aanmerking voor de Nobelprijs. En dat lag ook aan de thematiek in die romans. Het was dus niet alleen een onnozele vrijage van de boerendochter met een passerende romantische zigeuner. Nee, het ging over serieuze historische thema's. Over de strijd tussen vader en zoon, tussen nieuw en oud. Over de strijd tegen het water. Het waren historiserende thema's en het waren ook vaak sociaal realistische thema's. En je zou die boeken nu nog kunnen lezen als een bron voor dat immense probleem van het platteland, wat geleidelijk aan in feite gecorrumpeerd wordt door een totaal andere samenleving. De stadse en de moderne samenleving.
Bekende namen zijn Anton Kolen, die over de Pils schreef. Teun de Vries, die over Friesland schreef. Herman de Man, hiero over de Lopikkerwaard. En Anne de Vries, tot mijn verrassing ook een man, die schreef over Drenthe. En u herinnert zich misschien de verfilming van zijn boek Bartje. Bartje, Bartje, wat drommel komt er dan wat van? Donders mirakel dat je bent, zul je nou willen? Ik ben niet van Brunnenbon! Lief dat je nog goed voet meer over de drummer zet. Maar de echte oerstreekroman, de iconische streekroman, de paradigmatische streekroman, dat is toch wel Het Wassende Water van Herman de Man. Wat over een boerenzoon gaat die eerst opstandig is, maar tenslotte zichzelf toch schikt, niet waar, in de vooroordelen van zijn familie. Ik lees u de eerste regels van Het Wassende Water voor. Tweedehands gekocht voor 1 euro. Meesterwerk voor 1 euro. Midden in het land, in Hoenkoop, achter de IJsselstroom, daar ligt een zware kruishoef. Met brede, lage stalling. 2 5 roeishooibergen. Watersnood is die woning geheten. En hier achter mij, dat is de boerderij. En die heet nog steeds Watersnood. Snap je nou wat mij bezielt? Ik zal wachten. Op je terugkomst. Hoe oud wil je worden? Zo oud. Hoe oud zal ik dan zijn? Ouder dan mijn vader? Dat is nog ver weg. Dat is mijn doem. Herman de Man werd geboren in 1898 in Woerden. En hij groeide op in de buurt van Oudewater. En hij woonde hier, niet al die tijd, maar hij woonde hier met zijn familie in Benschop. Waar ik voor het eerst van mijn leven ben, in dit huis. Een heel aardig huis, waarboven die nog een leuke gevelsteen ingemetseld is met de schrijvende hand van Herman de Man. En Herman de Man heeft 20 streekromans geschreven, waar hij goed aan verdiende, maar hij gaf het weer precies even vlot uit. En nu gaan we over zijn boeken en de relatie met de werkelijkheid praten met G. Vaatjes. Dag, G. Maarten van Rossum. Ja, wij komen net van die boerderij, Watersnood. Ook heel aardig natuurlijk, hè, want het zal wel dubbel van betekenis zijn. Ja, zeker. En daar dacht ik toch, want dat is daar midden in die Lopikkerwaard, maar is dat daar ooit onder water gelopen in het recente verleden? Het grappige is, hij heeft in 1925 die roman Het Wassende Water geschreven. Toen was er niets van watersnoden aan de hand. Het was, hij putte gewoon uit de historie. Ja. Maar het boek was net uit. En toen zijn er delen van Nederland onder water komen te staan door hevige regenval. Oh. Dus de natuur heeft hem een beetje geholpen. Want meteen kwamen er advertenties in de krant. Lees nu allen Het Wassende Water, de roman van de overstromingen. Oh. Dit is trouwens een eerste druk, misschien wel aardig om even te laten zien. Ja, het ziet er mooi uit. Van Het Wassende Water. En ja, die heb ik uiteraard niet voor niets ingelegd. Een foto van Herman de Man als jongetje in de periode dat hij hier woonde. En hier hebben we Herman de Man actief. Is hij aan het teenschillen. Een wilde haardos had hij. Het was ook een wilde man. Ja? Ja. Hele echte. Heel hartstochtelijk, opgewonden, controversieel type. Ja, klopt het een beetje, dat beeld wat hij schetst van, nou ja, van die Lopikkerwaard. Nou, als je kijkt naar de mentaliteit van toen, is het duidelijk heel goed geraakt. Hij wist hoe de boeren in elkaar zaten. Hij kende de dagloners, hij kende de teenschillers. En daar heeft hij een heel waarheidsgetrouw beeld van geschetst. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat hij een foto van de werkelijkheid in zijn boeken geeft. Een boerderij die in Papenkop stond, kon hij bijvoorbeeld verhuizen naar Benschop. En meneer Jansen, die in Oudewater woonde, die woont in een boek in Hoenkoop, ik noem maar iets. Ach, ik heb daar dat is ook de vrijheid van de schrijver natuurlijk. Ik heb daar geen fundamenteel bezwaar tegen. Geen enkel bezwaar. Ja. Want je zou die boeken dus best kunnen lezen als een bron van de sociale verhoudingen in zo'n
agrarische streek als de Lopikker waar het toen natuurlijk was. Ja. Ja, je kunt hem eigenlijk wel een chroniqueur van de mentaliteit van toen noemen. Van de mentaliteit van de polders en vooral de Calvinistische mentaliteit van toen. En waarom is hij... Hij was Joods. Ja. Waarom is hij ertoe gekomen om nou juist dat streek-eigene te gaan beschrijven? Ja, hij groeide hier als jodenjongetje, om die term maar te gebruiken, op in die overwegend Calvinistische streek. Hier in Benschop overigens was het overwegend katholiek in die tijd. Ja, het antisemitisme, dat latent was, heeft hij ook in de lijve ervaren, het hele gezin. Dat is ook een tijdsbeeld. Maar hij was er vooral onder de indruk van het starre Calvinisme, omdat hij zelf zo'n blijmoedig in feite Bourgondisch kind was. Dus die strijd tussen alles wat niet mocht en wat je eigenlijk in je leven zou willen doen, dat vond hij fascinerend. En hij vond het eigenlijk heel jammer dat die Calvinisten het leven niet proefden zoals het zou kunnen. Ik geloof dat in het Wassende Water ook staat, ja, het leven is een taart. Waarom nemen jullie er niet een flinke hap van? Ja, daar komt het een beetje op neer. Ja, nou ja, wie waren de discrimineerders trouwens? Waren dat de katholieken hier in Benschop? Ja, de katholieken. Het kwam wel voor dat vader Hamburger, want zo heette helemaal de man oorspronkelijk, hier over het pleintje liep. Dan kreeg hij een emmer water over zich heen, gooide iemand bovenuit een raam. Het was echt, ze zijn gepest, vandaar zijn ze ook vertrokken. Ze zijn verhuisd naar Oudewater hier vandaan. Okay. En dan hebben die schijnheilige lui hier. Die hebben notabene nog een leuk steentje in de muur gemetseld. En nu zijn ze waarschijnlijk trots op het feit dat Herman de Man hier heeft gewoond. Hè? Nou, je weet hoe dat met geschiedenis gaat. Hè? Ja, 50 jaar later kijkt men vertederend naar dingen die oorspronkelijk minder aangenaam waren. Misschien dan moeten ze toch een bordje maken. Herman de Man, groot schrijven, waar een Benschop wel 4 jaar gepest. En toen zijn ze waarschijnlijk vanwege de pesterij naar Oudewater vertrokken. Ja, zijn ze naar Oudewater vertrokken in 1910. Ah, zullen wij ook naar Oudewater vertrekken? Dat lijkt me een goed idee. Hier zitten we bij een monument. Is dit monument ook daadwerkelijk voor Herman de Man? Ja. Ja. Okay. Oorspronkelijk waren ze van plan om een beeld van hem op te richten, maar gelukkig, zeg ik, is er een interpretatie van zijn werk terechtgekomen. Want dit is een boerengezin, uit de streek. En als je heel goed kijkt, en dat doe je uiteraard, zie je daar één kind met de rug naar ons toe zitten. En dat symboliseert het dwarse van Herman de Man en ook het dwarse van zijn werk. En dus niet dit jongetje wat dat boek zit te lezen? Ja, dat voegt er nog iets aan toe, want in het boek, het is bijna niet te zien, maar er staan de woorden nog niet. En daar sloot Herman de Man al zijn romans mee af. Nog niet, had iedere keer het idee dat hij nog steeds niet het juiste, het goede, het beste kunstwerk geschreven had. Herman de Man was een robuuste persoonlijkheid, maar als je dan ziet hoe hij schreef, op zulke kleine papiertjes. Ah. Ja. En met een Pieter Peuterig handschriftje. Jongen, dan krijg je, dit je krijgt een heel A4'tje erop. Ja, dit is een handschrift van Herman de Man. Ik zeg altijd alsof het bestemd is voor de inwoners van Madurodam, zo klein is het. En dat geldt voor die papiertjes ook. Zijn laatste roman, daar zat hij aan te werken in Frankrijk, heeft hij nooit meer afgemaakt. Ah. Die is dus ergens halverwege, stopt hij en dan gaat het niet meer verder. Is dat ooit gepubliceerd? Dat nee. Die? Nee. Niet. Een zoeker naar het hart van mensen die in het hart van Holland leven. Herman de Man, 48 slechts geworden. 48, verongelukt hè? Ja. Verongelukt. Want hoe is die verongelukt? Want dat is toch een heel raar verhaal eigenlijk. Ja, hij is met een Dakota op Schiphol neergestort. Alle inzittenden, de bemanning, omgekomen. Tijdens een noodweer bij de landing. In 1946, vlak na de oorlog. Okay. Dus hij heeft het oorlogstumult overleefd. En een jaar later is hij alsnog op een verschrikkelijke manier gestorven. Ja, want hij heeft het oorlog dus overleefd omdat hij niet in Nederland was toen de oorlog begon. Precies, ja. Hey? Ja. Want ik begreep, het is een verschrikkelijk verhaal dat zijn vrouw en 5 van zijn 7 kinderen afgevoerd zijn en in Auschwitz zijn vermoord. Zijn alle 5 kinderen en moeder in Auschwitz vergast. En dat hij ook niet meer wilde. Na de oorlog, toen hij terugkwam, was hij verbitterd, teleurgesteld, kapot. Ja, en eigenlijk is de dood, mag je wel zeggen, een verlossing voor hem geweest. Want het was ook bijna niet meer om te doen om met deze man nog samen te leven. Wordt het nog gelezen, Herman de Man? Herman de Man wordt niet meer gelezen. En ik denk dat dat vooral komt door taalgebruik. Dat was toen al vrij moeilijk voor sommige lezers. Maar anno 2016, een tijd waarin het gewone Nederlands al een probleem is voor veel mensen, is het voor heel veel mensen moeilijk leesbaar. Ja, jammer genoeg. Heel jammer dus. Heel jammer. He? Ja. Dus ja, wat moeten we constateren? Dat de streekroman ook dan maar hier
in oude water in vrede moet rusten.